En otro informe, seguida de dos viajes que personal del Instituto Correccional de Aruba, este KIA, tiene un training riguroso con un profesional de Holanda relacionado con situaciones difíciles y con riesgo que por presentar en nuestra prisión. Si van a pasar el grupo antimotín de KIA a simular un preso armado a secuestrar un cuidador de preso de prisión. Qué tipo de training así en la comunidad Porta Sigur que cuidadona de preso también preparada para enfrentar cualquier situación que por presentar en prisión. Es aquí de dos training con Anta Sigi, for de MS un instructor de Holanda, y promete ahora un training básico y viaja aquí ahora es un más avanzado. Die opleiding die behelst eigenlijk drie onderdelen. Eén, het transporteren van gevaarlijke gedetineerden. Dan kun je denken aan gedetineerden die vluchtgevaarlijk zijn, maar ook gedetineerden waar liquidatiegevaar op zit. Dan hebben we nog het beveiligen van te beveiligen personen. Dat kunnen negatieve en positieve zijn. Negatieve, dat zijn uiteraard weer diezelfde categorie gedetineerden. En positieve, dat zijn VIP's die bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de gevangenis. Denk aan onze eigen minister van Justitie of een procureur-generaal die een bezoek wil brengen aan de gevangenis. En het derde onderdeel van de training, dat is het optreden bij daadwerkelijke vuurwapenincidenten binnen de gevangenis. Dan kun je denken aan een melding van een vuurwapen in een cel, waarbij een celzoeking gedaan moet worden met een verhoogde gevaarszetting. Maar dat kan zelfs uitlopen in een actual shooting situatie, zoals je dat regelmatig in Amerika ziet op high schools, of zoals we dat hebben gehad in Nederland in Alphen aan de Rijn in een winkelcentrum. Dus een opleiding die bestond uit drie onderdelen. De minister de Justitie heeft met de naar het sitio om meer parte van het proces van training en zien dat je een idee hebt om bon preparar het personeel die hier mee staat om te de situatie van de presentatie. Aan de equipo aquí te conta con más herramientas, más conocimiento y mejor entrenar para mantener orden y seguridad de hier.